Het doel van de Skulls is om MBO'ers te kijken van hoe goed dat ze kunnen zijn. En dan worden voor alle MBO-opleidingen worden in het land worden de kwalificatiewedstrijden gehouden. Dit is ook een kwalificatiewedstrijd. En dan de beste van de kwalificatieronde die gaan naar de finale wedstrijden in Nederland. En daar weer de beste van, die gaat naar de Europese wedstrijden. En daar weer de beste van, die gaan naar de World Skills. Je krijgt een werkorde, de setting waar je moet doen. En dat voeren we uit. Het is nu een beurt geven. En dat komt wel redelijk overeen met het, in het echte bij een bedrijf. Nou, vooral let ik toch wel op dat ze toch het even kijken in de documentatie van wat wordt er ten eerste verwacht? Wat moet ik gaan doen? De juiste informatie erbij zoeken, het juiste gereedschap. Heb ik het luistermateriaal? En dan kijken hoe dat ze dus het geheel monteren, demonteren. En ja, we zijn wel erg kritisch, want ja, je kunt het op zoveel manieren fout doen. Dus het is wel dat het op de echte juiste manier gebeurt. Nou, ze moeten wel echt twee rechte handjes hebben. Ze moeten, behalve dat ze moeten kunnen sleutelen, moeten ze ook kennis hebben van fietsen. En ook een stukje uitstraling. Dus er zit ook een stukje in van hoe ga je met klanten om, of je netjes je werkplek opruimt, allemaal van dat soort zaken. Dus het is niet alleen maar sleutelen. Ze zijn ook met de wedstrijden bezig, dus, maar Martin op school en op zijn werk, dat doet hij het gewoon heel erg goed. En dat is ook de reden waarom hij bij de voorronde wedstrijden eerste is geworden. En ik hoop dat hij het vandaag ook heel erg goed kan doen, maar hij heeft goede concurrenten. Martin die lijkt heel zenuwachtig, maar toch straalt hij best wat rust uit. Het gaat tot op heden, vind ik, best goed. Hij had even met het demonteren van de as wat problemen dat hij niet het juiste gereedschap gebruikte. Maar ik dacht dat hij zich knap goed herstelde en draait naar mijn inziens heel goed. Ik vind vrouwen goed aansluiten bij de op de opleiding wat je doet. Want hier leer je of in de theorie, of op school dan leer je de theorie en hier kijk je nog een keer extra bewijzen in de praktijk.